Hoi, ik heb vandaag voor jullie een challenge, namelijk de 1 minuut make-up verwijder challenge. Ik ga laten zien hoe ik in 1 minuut mijn make-up weg kan halen. Ook een beetje voor alle mensen die denken dat het lang duurt. En dat, weet je, je hebt heel veel mensen die 's avonds geen zin meer hebben om het weg te halen. Die proffen niet op bed, worden de volgende dag wakker met make-up. Nergens voor nodig, want je kan het echt serieus in 1 minuut doen. En dat ga ik vandaag aan jullie bewijzen. Laatste keer dat ik 's avonds op bed plofte en 's ochtends wakker werd met make-up op, is alweer 13 jaar geleden. Dus echt, no excuses. Als ik het kan, kan jij het ook. Voor deze challenge ga ik micellairwater van Nivea gebruiken. En dit is echt een topproduct. Buiten dat het reinigt, verzorgt het ook je huid. En dat is ideaal als je echt maar weinig tijd hebt. Micellairwater is al jaren mijn favoriete type product om mijn make-up in één keer eraf te halen. Je hebt niet 1000 verschillende dingen nodig. Je gebruikt alleen dit en een paar wattenschijfjes en alles is eraf. Er zijn 3 versies en ik gebruik deze. Dit is de sensitive en verzorgende versie en die vermindert roodheid. En dat kan ik echt gebruiken, want ik heb heel snel als ik met een watje mijn gezicht reinig dat ik gewoon een rood gezicht krijg. En droogheid ook. Dus hij is ideaal. Best of both. Dit is perfect voor mijn huid. Je ziet het zelfs al door mijn make-up heen. Aan het einde van de dag heb ik gewoon een soort van rode kaken. Dus dit is echt, ik ben altijd op zoek naar dingen tegen roodheid. Dan is er ook een verfrissende versie. Die is voor de normale huid en die bevat vitamine E. Het is gewoon lekker fris. Normale tot gemengde huid, ja. En dan is er nog de verzachtende versie en daar zit amandelolie in. En dat is heel erg kalmerend en zacht, maar ik ga dus die andere gebruiken. Het is dus een soort van cleansing water en je kan op een hele simpele, luchtige manier je make-up weghalen. Dus niet te veel poespas, niet 6 stappen, gewoon alleen dit reinigen, klaar. Oké, zijn jullie klaar voor? Ik ga laten zien hoe ik het binnen 1 minuut kan doen. En ik gebruik altijd 3 watjes. 1 watje voor ieder oog en dan een derde watje voor de rest van mijn gezicht. Als ik heel veel op heb, nog een extra watje. Maar ik heb vandaag een hele basic look op. Ik neem alle 3 de watjes en ik doe dit. Dus ik maak ze nat hiermee. En ze zijn dan doorweekt, maar dat is juist goed. Ik leg er 1 even apart. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we de timer starten. Let's go! Ik hou ze erop. En door ze gewoon eventjes op mijn ogen te houden, week de make-up een beetje los. Dit is ook het beste voor je ogen om geen rimpels te krijgen. Niet hard boenen, maar gewoon er tegenaan houden. Nou, ga ik nu voorzichtig heen en weer. Ik kan niet zien hoe lang dit al duurt, maar ik weet gewoon dat ik het binnen een minuut kan. Kijk, dit is zwart. Dan draai ik ze om. Even in de spiegel kijken. Ik vouw dubbel en dan doe ik het laatste beetje nog zo. En dan neem ik het laatste watje en die haal ik over mijn hele gezicht. Een beetje onder mijn oog nog. Et voilà. Zoals je ziet heb ik het gewoon in een minuut gedaan en mijn huid is totaal niet rood. Ja, je ziet misschien mijn ware kleur een beetje nu. Maar het is niet dat hij nog veel roder is geworden door het boenen of zo. En dat vind ik super fijn. Mijn huid is ook echt glad en zacht. Soms heb je nog wel eens dat micellairwater je huid best wel uitdroogt. Maar dat voel ik nu echt totaal niet. Ik hoop dat jullie deze challenge leuk vonden om te zien. En dat ik jullie misschien geïnspireerd heb. Want kijk, het kan gewoon in een minuut. Zou je nou meer willen weten over dit micellairwater? Check dan even de link hieronder. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en ik zie je snel weer.